Storm Kieran trekt richting Nederland en in de kustgebieden geldt code oranje vanwege zeer zware windstoten. Onstuimige omstandigheden zoals we hier ook op de foto zien. Als we dan even van bovenaf gaan kijken, laatste satellietbeelden, dan zien we dat lage drukgebied, die storm ook heel erg mooi terugkomen. Rond dit moment, 11:15, lag de kern van het lage drukgebied ongeveer tussen Engeland en Frankrijk boven het kanaal. En daaromheen die wolkenbanden en ook de neerslaggebieden. En de komende uren, donderdagmiddag, trekt die storm verder naar het noordoosten. En dan krijgen wij in Nederland ook met het windveld van deze storm te maken. We gaan die windstoten even in wat meer detail bekijken. Dit zijn de verwachte windstoten van het Nederlandse Harmonie-weermodel. En we spreken van zware windstoten bij meer dan 75 km per uur en zeer zware windstoten bij meer dan 100 km per uur. Eind van de ochtend rond een uurtje of 11 is de wind al steeds verder in kracht aan het toenemen. We zien boven de Noordzee al die zeer zware windstoten terugkomen. En als we dan de animatie even starten, zien we dat ook Zeeland en Zuid-Holland op een gegeven moment met die zeer zware windstoten te maken gaan krijgen. Op de Noordzee zelfs uitschieters naar 130 km per uur. En later vanmiddag en vanavond dan verplaatst dat windveld zich steeds verder naar het noordwesten en later ook naar het noorden van het land. En zo tegen middernacht, eind van de avond, gaat de wind geleidelijk weer wat liggen en dan verdwijnen die zeer zware windstoten. Het is niet alleen de wind waarvoor een waarschuwing geldt. Er komt ook nog eens veel neerslag bij kijken. In het noordwesten van het land ook nog eens een code geel vanwege de regen. Maar vooral dus heel onstuimig door de storm. In het binnenland een krachtige wind, krachtige tot harde wind. En in de kustgebieden een stormachtige wind en kan het zelfs een tijdje stormen. Bijvoorbeeld in Vlissingen kwam het al een uur lang tot een gemiddelde windsnelheid van 9 Beaufort. En dat betekent dat we de tweede herfststorm van dit jaar te pakken hebben. In het binnenland wat vaker droog, wat meer zonneschijn en daar zo'n 15 graden. En aan het eind van de middag, begin van de avond, verplaatst de wind zich naar het noordwesten en noorden van het land. Daar dan nog een tijd een stormachtige wind. En in het zuiden en oosten gaat de wind dan geleidelijk wat liggen. Komen we om en nabij 5 Beaufort uit. Wel nog veel bewolking, ook nog enige tijd wat buiige regen en temperaturen dan rond 10 graden. Heel even nog de windstoten in de samenvatting. In het noordoosten 60 tot 75 km per uur. In een groot deel van het midden, zuiden en oosten 80 tot 95 km per uur en in de kustgebieden en in het westen van het land maar liefst 95 tot 115 km per uur. Code oranje dus vanwege zeer zware windstoten door storm Kieran.